Koffie. Deskazon hier, namens Casper. Welkom weer bij een nieuwe episode van Let's Play Euro Truck Simulator. We gaan weer een rondje trucken. We zijn hier een lots. En na de intro gaan wij verder. Jee. De intro. Vond je hem ook zo mooi? We gaan ophouden met dat zwijmelgedoe. We zijn dus in Lodz en we gaan een vrachtje rijden. En even kijken hoor. We moeten ook nog wat garages openzetten. Ja, ik heb wel garages gekocht. Alleen er moeten nog wat chauffeurs komen. Dat doe ik niet meer in deze video. Dat doe ik gewoon buiten de video's om, weet je wel. Het is een beetje saai om daar nou naar te gaan kijken. Dat is niet handig. Dan ben ik echt zo aan het zwaaien met mijn handen. Trouwens, voordat wij... Nee, doen we straks. Doen we straks. Dat doen we even tijdens het ritje. Ja, doe we gewoon tijdens het ritje. Oké. Eens even kijken of wij nog een vrachtje hebben. We zitten dus nu in Polen. We zitten dus nu in Lodz. En ik moet daar nog hierheen. Poznan. Ik moet nog naar Wrocław. Ik moet nog naar Katowice, ik moet nog naar Kradov. Ik moet nog naar Lubin. Ik moet nog wel meer heen. Of we moeten weer terug naar Litouwen. Ik wil eigenlijk een beetje in deze hoek blijven, een beetje. Ik wil ook kijken of we misschien nog weer terug kunnen naar... hier kom ik helemaal niet uit. Ik ga het proberen. Penavezis. En Utena. Vilnius. Malmö is te ver weg. Debrecen. Kalmar. Verkeerde kant op. Karlskrona is ook verkeerde kant op. Gdansk kunnen we wel heen trouwens. Maar ben ik daar al geweest? Gdansk? Nee, ben ik nog niet geweest. Hoeveel levert hij me op? 9000. Nou, gaan we naar Gdansk. Oh, hij is er ook weer. Onze flip de fluit ketel. Goed, we gaan naar Gdansk dus. Ik heb nog wel een beetje schade aan mijn truck. Dus als ik nog langs een garage kom, dan kom ik nog wel, zie ik. Ik wil gelijk even mijn truck even fixen. Ik heb geluid trouwens van de spel zelf wat omhoog geschroefd. Want ik vond dat het wel een beetje aan de zachter kant was. Hoezo? Ik moet alleen maar naar de garage toe. Hoor. Hier is die garagebox al. Ja. Waarom? Zo, nou ga ik eventjes hier mijn truck even fixen. Dus dat kijk ik af en toe even naar mijn tv. Ja, hiernaast staat mijn tv. Daar is nu momenteel die ploeg uit Amsterdam bezig. Europa League, ja, afgelopen week dus. Ik ga niet de uitslag verklappen. Ik heb een lekker kopje koffie erbij en we gaan eens even lekker naar Gdansk toe. Oeh, gaan we nog drukken? Ja. Trouwens, voor de mensen die mijn kanaal volgen, en mocht je nog niet mijn kanaal volgen, zou ik zeggen, abonneren, doe een belletje, want je wordt op de hoogte gehouden. Aankomende vrijdag al een preview van mijn nieuwe Deskcam serie. Aangezien dat volgende week namelijk de laatste Tesla-trip is. Ik heb weer een nieuwe serie. Hou kanaal in de gaten. Door een belletje word je op de hoogte gehouden. En ik heb nu een auto die in de weg staat. Dus ik moet even terug. We gaan maar even naar die kant op. Hè? Zo. Dus ook die komt er weer aan dus. En het zijn allemaal... Ik ga het nog meer voorspellen en nog meer verklappen. Het zijn allemaal 4K video's. U hoort het goed. 4K video's.
doorvertellen. Top. Ja, is een keer groen. Lichtgroen. Huh, krijg daar nog bekeuring voor? Trekbezem. Ah, ik moet natuurlijk eerst naar die fabriek toe om een vracht in te laden. Ja, was ik al in de buurt, zie ik nu net. Maar ja, weet je het is. We rijden gewoon even lekker door rood. Hoppakee, gewoon lekker door rood. Hij is donkergroen. Gewoon doorrijden, niks aan de hand. Ik zeg, laat even iets zachter hoor, want... Ik hoor me zo binnen niet meer nu. Ja, ik ga rechtsaf. Flip de fluitketel. Goh, wat is dat nou? Enter. We gaan dus naar Gdansk. Lekker aan de chance in Gdansk. Nee, opdracht aan. Druk op de groene. Ik doe gewoon enter gelijk. Gewoon, dat kan me nog gewoon lopen. Dus dan kijk ik eventjes naar rechts. Komt nog steeds goed. Het is inmiddels het is rijden 5 uur en 28 minuutjes. Wow, makkie dus. Ik zal eens kijken of ik hier schadeloos kan, mijn vracht kan wegbrengen. Links afslaan. Oh, had ik dat bochtje wel? Ja, oh, staat een auto daarvoor? Shit. Ja, ga ik aan. Ja, ja. Ja. Je weet het, hè? Als wij het uitdrukken zijn, maak ik ook altijd een beetje een kletsvideootje van. Ja, ik sta gewoon te kletsen tegen een camera en tegen een microfoon. En dan praat ik goed tegen mezelf. Maar ja, goed. Dat heet dan livestreamen. Oh, ik zie ook dat die ploeg in Amsterdam klaar is nu. Dus daar hoef ik dus niet meer naar te kijken. Mooi. Een aantal dingetjes. Je ziet nu ook trouwens dat mijn thumbnails anders zijn weer. Dat klopt. Die ben ik weer aan veranderen. En ik heb ook mijn intro. Ja, ik weet niet hoe dat heet. Een banner volgens mij. Intro banner. Ook die is nu veranderd. Ja, ik ben even weer aan het knutselen geweest. Lekker. En ik heb er weer twee nieuwe abonnees bij. Ik weet niet wie zich geabonneerd weer heeft. Maar toch in ieder geval hartstikke bedankt. Ik ging zo in één keer van 20 naar 22 in één dag. Ja, het is nooit voorgekomen dit. Dus ja, we zitten volgende maand zitten wij ja, één vol jaar op YouTube. Gaan we daar nog wat mee doen? Weet ik nog niet. Moet ik even checken. Misschien dat ik iets van een compilatievideo maak of zo. En ik wil ook even voor de mensen helpen herinneren dat ik dus nu op de zaterdag en de zondag meestal op de aandacht zelf ook bij. Meestal, want je ziet nu ook dat mijn context weg is van maandag, dinsdag, woensdag. En vrijdag een filmpje. Die tekst heb ik weggehaald. Daar is een reden voor. Ik ben nu al een week of 3-4 bezig. Ook al met donderdagspecials. Dus ik dacht zo tegen mezelf. Ja, eigenlijk ben ik gewoon nu de hele werkweek aan het uploaden. Dus ik denk gewoon tegen mezelf. Ja, meestal upload ik ook wel iedere dag een filmpje. Dus ik ga die tekst weghalen. En ik ga een poging doen. Om iedere dag te gaan. Upload. Oh, die ligt op zijn kopje, op zijn kantje. Ik ga dus een poging doen om dus iedere dag een uploadfilmpje te doen. Of een filmpje te doen. Zeg niet dat ik dat iedere dag ook gaat gebeuren. Er kunnen momenten zijn dat ik het druk krijg op mijn werk. Want ook nu horen we ook weer dat de scholen weer wat open mogen. Dus ook voor ons betekent dat weer meer werk. Dus voor mij ook weer langere dagen. Meer uren. Dus misschien minder tijd. Maar zoals jullie weten... Maak de filmpjes op in het weekend. En edit ik ze. Oeps. Door de week. En dan zet ik ze gelijk live op YouTube en klaar is Kees. Nu komt er wel even bij kijken dat de nieuwe serie Deskcam filmpjes gigantisch groot zijn. Echt gigantisch groot zijn.
Dan praat je niet over een 20 gig, dan praat je over een 50 gig. Een filmpje van een kwartiertje. Dus daar zit er voor mij 2 dagen werk aan. Ja, 2 dagen werk. Ja, ik moet ze dan eerst editen. Dat doe ik dus met Movavi. Dan ga ik ze exploiteren. Dan ga ik er een videootje van maken. Maak dus van 5 compacte videootjes maak ik 1 mooi video van. Daar is Movavi al 3 uur mee bezig. Als ik s'avonds thuis kom en om 8 uur ga beginnen met editen. Dan is hij ongeveer om 11 uur. Dan ben ik daar ongeveer mee klaar. Dan zet ik hem op exploiteren. En dan loopt hij van 11 tot 1, 2. Is hij er een videootje van het maken. Dan zijn ze ongeveer 50 tot 52 gig die videootjes worden ze dan. Dus die dag daarna gaat hij pas op YouTube. En daar is YouTube is daar ongeveer tussen de 7 à 8 uur zoek mee. Om zo'n videootje te uploaden. En dan moet het goed gaan. Want ik heb al een aantal keren al meegemaakt dat het dus niet goed ging. Dus er kan dus een dag tussen zitten dat er een keer geen filmpje is. Maar ik probeer dus gewoon iedere dag wel 5 filmpjes. Iedere dag wel om 2 uur een filmpje erop te zetten. En misschien ga ik ook nog wel roleren met de tijd. Dat is natuurlijk helemaal leuk natuurlijk. Dat is morgen denk ik om 10 uur een filmpje online staat. Ik weet nog niet helemaal zeker hoe ik dat ga doen. Of gewoon 2 uur vaste tijd. Of gewoon roleren met de tijd, weet ik niet. Maar het kan dus... De koffie komt eruit. Het kan dus zijn dat er ook af en toe eens een dag zijn dat er geen filmpjes komen. En natuurlijk, de zaterdag zonder de livestream. We zijn nu momenteel bezig met livestream. Lego City Undercover. Er komen binnenkort ook wat livestreams. Binnenkort zeg ik hè. Dus niet gelijk zeggen van... Kasper, jij zei afgelopen week dat er een filmpje zou komen voor... Nee. Komt binnenkort. Gaan wij ook een livestream doen. Gaan wij live naar Lescom City toe. En gaan we live transporten. Dat zal dan ongeveer een uur... anderhalf uur op livestream zijn. Ook dat wordt leuk. Daar ben ik al mee aan het testen. En het is nog niet helemaal... wat 100% gaat. Ik vind eigenlijk ook nog wel dat we Deathcam City nog af moeten maken met Train Simulator. Er komt ook nog een filmpje van. En ik denk eerder, we gaan eerst Deathcam City afmaken. En daarna gaan we eens een keer een mooie livestream maken. Dat we gewoon een uur, anderhalf uur alleen maar treinen voorbij komen scheuren op uw beeldbuis. Dus blijf op de hoogte door middel van het belletje. Blijf je op de hoogte, zou ik zeggen. Dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik weer een nieuw video's upload en wat filmpje het is. Zo, nou. We hebben genoeg gekletst. We zijn dus nu onderweg naar Kadans. We spelen Eurotruck Simulator. En we zijn nog 3 uurtjes onderweg. Iets meer dan 3 uurtjes nog. Kadans, dat was het ook alweer met Kadans. Ja, die plaats daar komt me wel redelijk bekend voor. Ja, voetbalploeg Kadans. Nou, ik volg wel een beetje de Europa League en zo en de Champions League. Dus ik denk dat het daardoor komt. Even kijken naar die ploeg uit Amsterdam. Die gaat we halen. Ik zal niet de uitslag verklappen. Lulbroek. Maar ik moet een beetje in de gaten houden, want ik heb mijn volume van mijn microfoon wat omhoog geschroefd. En het geluid. Hij staat nu wel op optimaal, dus als ik normaal praat, dan is hij normaal verstaanbaar. Maar als ik wat ga uitschieten, dan... Wat zegt u? Ik kom niet helemaal goed door, meneer. Maar als hij dus te hoog staat, dan schiet hij wat in drooien. Dus ik moet oppassen dat ik daar niet te veel in drooien kom. Dan heb ik weer van heel raar geluid, zou ik zeggen. Oeh, dit is ook een lekker bokje trouwens. Goeiedag. Wat is dit voor een KUT-bocht? Oké, mag niet meer voor kleine kinderen. Oei, kijk de bloedjes. Wat is dit voor een maffe bocht dit, joh? Foto maken. Zo, ik ga ook even mijn rem even ontluchten, hoor maar. Zo, ik heb mijn rem ontlucht. Zo. Kijk of dat zo hard hoor.
Ja, kijk, dat is weer professioneel een bochtje genomen. Kijk hoe smal het is, joh. Zo. Is ook gelijk iemand weg bezig, volgens mij. Oh ja, kijk. Oké, nee, goed, duidelijk. Oh, oké, en we rijden weer. Nou, Ajax is... de ploeg Amsterdam is afgelopen. Nou, weet je, het is... ik ben voor Europa, voor iedere ploeg... Nederlandse ploeg. Ik ben zo'n diehard voetbalsupporter, hoor. Oké, mijn hart ligt wel in Rotterdam. Oké, voor de mensen die nou denken van... Ja, sorry. Maar ik weet wel zeker dat een man in Rotterdam ook wel naar dit kijkt. Ja, behalve de diehards niet natuurlijk, maar... Niet om vrienden ruzie te krijgen, nou, maar... Ik ben niet zo'n... Ja, Rotterdam ben ik natuurlijk voor. En ik ben natuurlijk voor mijn eigen club, Jasolle. Pekkie. Doet het niet zo goed. Nieuwe trainer, Ad Langeler. Terug. Ben ik wel blij, want ik was niet zo blij met die Stegenman, gezegd. Maar het waren nu een beetje af. Het waren nu een beetje naar het voetbal. En, ik moet een neutrale supporter blijven. Helemaal als je een YouTube-kanaal hebt. Is hier een poortje of is dit... wel snelheidscontrole zie ik. Dat is dan niet zo fijn. Of is dit de grenscontrole? Nee, dit kan wel eens de grens in trouwens. Want voor mij ga ik weer... grens over een metropaal. Metropaal? Slaap op de luk. Zwaai naar de beveiliging. Ja, kom je vaker langs, hè. Bekend gebied. Jammer, hè? Dan zit je in de truck, dan hoor je het geluid heel goed. Maar dan ben je uit de truck en dan hoor je het geluid heel slecht. En dan moet het voor me net tegenovergesteld zijn, volgens mij. Van zo'n spel. Oh, dat is lekker dit trouwens. Kijk, nu hoort het geluid weer heel goed. Dit gaan we maar niet doen, want ik heb een stuur wat nog een behoorlijk gevoelig is. Nog 1 uur 50 onderweg. Je ziet trouwens ook onder in beeld. Daar onder in beeld. Daar zie je trouwens ook af en toe wat voorbij komen met qua truckers die voor mijn bedrijf rijden. Wat die allemaal binnen halen. Met qua euro's. Ik heb geen idee hoeveel chauffeurs ik nou in dienst heb. Doe maar. Ik denk dat ik zo'n chauffeurtje of, nou doe eens wat, zeg eens wat, 30 ongeveer, 30, 50 man. Ik rij nu op de A1. Hoe kan dat nou? Kijk maar, de A1. Even kijken of die ook op Tom Cruise Control kan. Ja, kan die ook. Nu zit hij op Tom Cruise Control. Voetjes van het gaspedaal en gewoon lekker sturen. Op naar Gdansk. Lekker aan de chans. In Gdansk. Lekker aan de dans. Ja, ik hou op. Ik zag niks meer. Hier nog een tankstation. Ik moet trouwens wel zeggen dat je steeds meer merken krijgt met dit spel. Nu ook dat pompstation nu, dat was van de Shell. En voor mij was het vroeger namelijk niet zo. Ja, af en toe wil ik een beetje te snel praten. Dat klopt. Maar ik ga het wel merken dat je steeds meer... merken, echte merken krijgt met dit spel. Oké, waren de trucks nu al echt te merken? M&M voor mij, we hebben Volvo, Scania, DAF, Iveco en we hebben volgens mij Renault, volgens mij. Is hier alweer Tom hier al? Zeg, probeer je mijn kaal te plukken ofzo, jongen?
En dan door met die auto. Don't you dare. Wat zo. Oh, wat is dat voor raar knikt erin dan in één keer? Hallo. Wat zagen ze? Oh. Nee. Oh, hij is al op. Dag. Ja, ik kan niet die taal, dus... Oeh, een mooie vrouw op tv. Wat is dat, Nicolette van Dam? Ja, Nicolette van Dam. Volgens mij. Dat is wel een mooie vrouw. Ja, mijn voorkeur gaat naar Dionne Staks, maar ja. Vind ik gewoon een mooie vrouw om te zien. Dankjewel. Nu gaan we echt heel ver weg met dit spel. Verdwijnen, zullen we zeggen. Oeh, is weer. Het is nu nog rijden in totaliteit. Zijn we nu nog 38 kilometer zoet. Ja, speltechnisch. Dus betekent dat we er zo zijn. We zijn nu online. Ik zal ook even kijken. Nu 21 minuutjes zijn we nu online. Ik probeer de video's wat kleiner te krijgen, maar ook dat gaat weer niet lukken. Ja, ik ben niet zo van de knip en plak. Ik vind het gewoon leuker om gewoon de hele route te zien. Ja, je hebt mensen die het gewoon vervelen. Zo, mannetje met haast. Ik denk dat deze man niet zo, of deze man, deze auto niet zo snel omhoog komt, denk ik. Met die heftruckstrop. Oh, wat is het toch voor irritante bocht dit zeg. Zo. Heftruckpower. Ik dacht trouwens ook wel dat je gewoon van truck kon wisselen. Van brands truck, van merk truck. Dat kan ook niet meer, hè. Dat kan pas vanaf level 25 kun je pas andere trucks kiezen. Ik zit dus nu bij Volvo. Dan moet ik eerst naar level 25, dan kan ik pas naar een truck toe. Een klein beetje meer een puntje van het spel. Ik had het gewoon gelaten van, goh. Mijn idee. Maar goed. Nu blijf ik gewoon lekker bij mijn groene truckie. Bij mijn groene Volvo truck. Want groen is mooi, want dan wordt hij ook meer gecamoufleerd op de weg. Jochem Meijer. Ik zie daar een garagebox. Mooi. Gaan we daar alvast even heen. We zijn trouwens aangekomen in Gdansk. Lekker aan de chance in Gdansk. Gas, jongen. Gas uit rechts. Rem zit links. En je cruise control zit op je stuur. Oh, ik heb Gdansk ontdekt. Verrassend. Er zit niet veel trekpower in die auto van je, meneer de vrachtwagenchauffeur voor me. Ik moet echt inhouden. Ik wil er voorbij. Oh. Oh, we krijgen een muziekje erbij. Lekker man. Maar ik ben er al bijna. Haha. Gaan we voorbij, oké? We moeten nu een beetje haast maken. Ik ga hem nog even er voorbij. Hoppa. Gewoon. Oeh, Volvo, track power, er voorbij. He is shifting, baby. Yeah. Gaan we rood gaan? Ja, gaan we rood. Kijk wat dat kan hoor, want ik moet geen ruzie krijgen met andere mensen nu hier al. Even een folie maken even erbij. Ja, even een paar fotootjes, want ik ben er nu namelijk hoor. Kijk maar, hier moet ik zijn aan de rechterkant. Zullen we even professioneel erin draaien? Is ook even oh. Cool.
Kijken we dan nog een beetje draaien zo, even kijken hoor. Oh ja, dat wil wel. Oh wel, dat wil denk ik niet. Dan kan ik even een rap doen een keer. Kijk hier, ga ik hier even kijken. Oké, ik heb een rap erop. Nu verklaar ik ook waarom mijn motor zo hard hoor. Ik zet gewoon serieus mijn ding uit. Handig. Maar dat was klaar dus waarom het geluid zo hard was, want ik had de rem erop staan. Ja, ik zit er even niet aan, anders gaat hij weer uit. Dan kon ik even niet aanzetten. Dan gaan we even niet aanzetten dus. Nee jongens, gaan we dan. Wish me luck. Ik zit er helemaal niet goed voor, helemaal niet goed voor. Oh, dit wordt leuk dit. Dit wordt echt leuk dit. Oh, brothers. Oh, kijk. En weer terug. Nu al gewoon, huppakee, kijk. Als een echte trucker, hè. Oké, okay. Realistisch. VR. Oh, we gaan de verkeerde kant op. Nee. Ik denk dat het zo goed komt. No, 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 no. Yeah, we zijn er. Hey. Motor wordt stopgezet. Enter, dan staan we hier morgen nog. Goed zo. Geweldig. Level 15. Ja. Yeah. Sorry. Oké. Okay. We zitten dus nu in level 15. Ik zit in level 14. Sorry. We zaten in level 13. We zitten in level 14. Hé, hey, we hebben ook weer een vaardigheid erbij. Een just-in-time levering. Toepassen. Dan ga ik even naar mijn garagebox toe. Hij zit hier aan deze kant. Nee, ik heb hem nog niet gekocht. Oké, okay, mooi. Kijk, kom ik hier even binnen toe. Dag meneer. Hoppa. Ja. Zo, dan rijden we eventjes mijn mooie garagebox binnen. Dus we zijn inmiddels nu... ik kan natuurlijk niet meer kijken, want hij is een keer uitgegaan. Hij drukte voor mij op page up en toen zei hij van doe het zelf maar. Zo, even geskipt. We zijn nu bij de garage aangekomen. Even kijken wat ik hier nog meer kan doen aan onderhoud of aan upgrades. Eens even kijken hoor. Deze blijft hetzelfde. Deze. Ah, kijk, dit is. Dat is mooi. Deze. Ja, blijft hetzelfde. Deze blijft hetzelfde. Hetzelfde. Nou, die kleur laat ook gewoon hetzelfde. Deze schijnt nieuw te zijn, zegt hij. Ja, dat wordt een chromen. Dit laten we gewoon zo. Dit wordt deze dan. Ja, die laat gewoon aanzetten, toch niet? Nee, die laat gewoon aanzetten. Ja, mooi. Ik ga Ninja pedalen nu. Andere banden, nu ook toevallig. Nee, ik heb nog steeds dezelfde banden. Dit is allemaal hetzelfde. Die blijft hetzelfde. Die blijft ook hetzelfde. Die blijft hetzelfde, zie ik. Dit blijft zo. Wel een beter hoorn, zie ik. Mooi. Oh, dat is mooi. Cool. Die is ook chrome, dus nu. Die blijft chrome. Dat zijn ook. Blijft hetzelfde. Hier nog eentje. Blijft standaard, zegt hij. Oké. Okay. Volvo blijft standaard. Nou, zo zijn we zo eigenlijk klaar, hè? Die standaard. Ja, voor zijn nog niet zoveel wijzigingen, volgens mij. Ja, dan komt nog hetzelfde. Die blijft ook nog hetzelfde. Zijskut blijft nog hetzelfde. Ja, die blijft nog hetzelfde. Nou, ik vind hem zo wel mooi. Deze dan misschien. Nou. Binnenkant, dit hoeft ook allemaal niet. Dit hoeft allemaal niet. Nou, dit blijft allemaal hetzelfde.
Dat betekent dat ik zeg van... Dat we klaar zijn, denk ik. Ja, we zijn gewoon klaar. We zijn klaar. We zijn klaar met deze video. Opdracht gehaald. Geen schade. Mag ik er in de krant? Er is nu een ploeg op voetbal die uit Eindhoven komt. Die ga ik nu even lekker kijken. Dit video ga ik even lekker editen. Nu het binnenkort weer zien op YouTube. Mooi, hè? Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Like als je mijn video's vindt, dat hartstikke leuk. Doe het belletje, word je op de hoogte gehouden. Vergeet het niet om te abonneren. En dan zien we elkaar weer bij een nieuwe deskundige video. Doei doei!